Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen, tijd voor bier. Beer Geek Holland hier op YouTube. Uiteraard, tijd voor bier. Ik heb laatst een bestelling gedaan. Echt waar? Serieus? Zeker. Ik heb laatst een bestelling gedaan bij Nemeton Brewing. Uit Nederland. Jawel, uit Tilburg volgens mij. Even kijken. Voordat ik weer wat loop te zwetsen volgens mij. Nee, Waalwijk. Sorry, Waalwijk. Nemeton Brewing uit Waalwijk had ik een bestelling geplaatst. Prachtig mooie bieren. En deze heb ik ook besteld. En deze wilde ik heel graag reviewen. Ik heb er nog een aantal. Wellicht dat daar ook nog een review van komt. Maar sowieso was ik heel erg benieuwd naar deze. De Ritual Series The Burning. Ritual hashtag 6 of nummer 6. En dit is een Black Double IPA. Yes! Ik hoor Gerben zeggen... Black Double IPA? Hell yeah! Gerben, aka Dutch Beer Geek. Die is gek op Black IPA's. En denk ik ook Double Black IPA's. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nemeton Brewing. Onder leiding van Dennis. En Dennis is een held. Waarom? Daarom. Alleen het etiket al. En het bier uiteraard. Combinatie van bier en etiketten. Bier is perfect. Etiketten zijn perfect. Ik heb deze nooit gehad, dus ik weet niet of deze perfect is. Maar alles wat ik tot nu toe van Nemeton Brewing heb gehad, is geweldig. We gaan hem openmaken. Althans, hij is al open. Hoppa. Dopje. En we gaan hem inschenken in toevallig een bier of glas. Ja, here we go. Ja, en zoals je weet dat je denkt, hè, ik hoor IPA, klopt. Maar Black IPA is uiteraard black. Maar het grappige is, het heeft vaak wel de, hoe moet ik dat zeggen, de tonen van een IPA. Dus ik zet hem even hier neer. Zo. Ziet er goed uit. Maar voordat ik ben even van mijn apropos. Ik moet even kijken wat erop staat. Even kijken. The burning of various sacrifices such as herbs or scented raisins was a common occurrence during druid rituals. The Nemeton holy ritual place in the forest would have smelled wonderful during these rituals. This black IPA is more or less similar. A dark beer with a hoppy character, roasted malt tones, and crisp dry finish. Low in alcohol to keep it a refreshing beer on a hot day. Het is vandaag redelijk warm, 24 graden zoiets. But one then can also go down easily on a winter's night. Klopt. Prachtig mooi weer is hij eigenlijk zeer verfrissend. Maar ook als het donker en guur buiten is. Dan kan hij nog steeds warm aanvoelen, althans proeven. Doordat inderdaad een beetje de chocoladetonen er een beetje in zitten. En hij is 6,5%. Nou, prachtig. Niks meer aan toe te voegen. Komt wel wat mee vanuit de fles. Dat maakt geen moer uit. Allereerste kleur. Ja, donker. Onderin een beetje donkerbruin. Maar voor de rest, je kan er echt voor geen ene meter doorheen kijken. Het ziet er erg goed uit. Laten we snel naar de neus gaan, hier we wel. Ja, inderdaad. Het eerste wat je ruikt, en dat is heel grappig, die combinatie tussen koffie en hop. Dat is een enorme bak aan koffie. Maar daarentegen ook in één keer die frisheid van de hop, zeg maar zelf. Echt een beetje dat groene hopachtige. Ja, ruikt goed. Die combinatie is lekker hoor. Echt dat verfrissende met die koffietonen. Ook wel wat chocoladetonen. Maakt het echt wel een bier met, ja, ik denk nou op diepgang. Een hoop smaken. En dan gaan we hem gewoon proeven. Er valt niks meer te zeggen. Nemeton Brewing. Ritual. Dat zeg ik ook alweer. Hashtag number 6. The Burning. Super gaaf. Lugubre etiket, maar wel tof. Cheers.
Oh, heerlijk. Ja, echt. Och, weer een bier van Nemeton Brewing, die wederom niet teleurgesteld. Hoppig, hoppig. Inderdaad, 24 graden nu ongeveer. Heerlijk bier om lekker te drinken. Maar inderdaad, ik kan me zo voorstellen, als je een donkere, gure dag hebt in de winter en je drinkt deze, dan heb je ook die voordelen van die chocola. En dat, meer valt er eigenlijk niks te zeggen. En dat is niet negatief natuurlijk, hè? Dat is juist positief. Hij kan altijd. Deze kan altijd. Oh, heerlijk. Gerben, als je kijkt, dat speak ik. Oh, deze is echt lekker. Het is echt een moeite waard. Als je deze ooit tegenkomt, of ziet, op internet bijvoorbeeld, bestel. Ik weet zeker dat jij hem heerlijk vindt. Zuivere bier krijgt van mij een 8. Hij is zo lekker. Ik ga ook stoppen, want ik heb gewoon zin om te genieten van dit bier. Ik geniet ook van de reviews. Van het maken van de review, uiteraard. Maar ik heb gewoon zin om nu gewoon even lekker beentjes op de bank hier in de Overkapping. En lekker zitten. En rustig aan drinken. Ondanks 6,5%. Gewoon rustig aan. Geniet en drink met mate. Dat was het weer voor vandaag. Ik word al gebeld. Tot de volgende keer. Cheers.